Vandaag vertel ik je graag iets meer over de 570 en de 570 Image Plus collecties. De 570 en de 570 Image Plus zijn twee collecties die ontwikkeld zijn om een grote mate van bescherming te bieden tegen een grote diversiteit aan mogelijke risico's. Deze twee collecties zijn uitgerust met de 5 meest gevraagde normeringen. Daarnaast hebben ze tegenwoordig ook nog de nieuwe medium risk certificering. In totaal zijn ze dus voorzien van 6 normeringen. De combinatie van al deze certificeringen maakt deze collectie breed inzetbaar. De 570 en de 570 Image Plus zijn beide standaard voorzien van striping en leverbaar in vele kleuren, zonder dat dit een high visibility collectie betreft. In combinatie met het comfortabele doek en een goede prijs zijn deze lijnen met name geschikt voor subcontractors in de maintenance, service en inspectie, waarbij hoge zichtbaarheid geen vereiste is. Allereerst wil ik jullie graag wat meer vertellen over het doek wat gebruikt wordt in de 570 en de 570 Image Plus lijnen. Voor beide lijnen gebruiken we namelijk hetzelfde doek. Dit doek is zelf ontwikkeld door HAVEP en kent inmiddels een doorontwikkeling waardoor het nog steviger en dus ook duurzamer is geworden. Dit doek, ooit ontwikkeld met kenmerk D001269, kent sinds korte tijd de interne uitdeling D001469. Deze doekkwaliteit wordt ook gebruikt in onze multiprotector collectie. Mocht men dus voor specifieke dragers toch high visibility wensen, is dit eenvoudig te combineren zonder dat men van doekkwaliteit hoeft te wisselen. Het gebruikte doek heeft als samenstelling 80% katoen, 19% polyester en 1% carbon met een doekgewicht van 280 gram. Daarnaast is het doek gefinished met probaan om zo zijn vlamvertragende eigenschappen te verkrijgen. De hoge mate van comfort zorgt voor een hoog draagcomfort, gecombineerd met de polyester voor een betere kleurechtheid en uiteindelijk carbon voor zijn antistatische eigenschappen. Het doek is geweven in een satijnbinding. Dit zorgt voor een extra soepele valling. In combinatie met het lage doekgewicht maakt het dus een ideaal doek voor mensen met relatief lichte werkzaamheden, zoals die er zijn bij inspectie, onderhoud of service. Al deze eigenschappen tezamen zorgen voor een doek dat maximaal comfort, goede wasbaarheid en een hoge kwaliteit combineert, en dat tegen een goede prijs. Tegelijkertijd biedt het bescherming tegen de 5 meest gevraagde normeringen, namelijk de EN ISO 11611 klasse 1 voor kleine lichte laswerkzaamheden, EN ISO 11612 tegen hitte en vuur, EN 11049 tegen statische elektriciteit en EN 13034 voor vloeibare chemicaliën. Daarnaast is hij uitgerust met IEC 614842, welke beschermt tegen elektrische vlambogen. Daarnaast kennen deze artikelen ook de nieuwe medium risk certificering EN 17353. De nieuwe medium risk normering wordt meer en meer gevraagd door bedrijven die extra zichtbaarheid willen, maar die niet de grote oppervlakte fluo en de velingstriping van de EN 20471 willen voeren. Als we de twee collecties beide beter bekijken, zien we dat zowel de 570 als de 570 Image Plus beide zeer geschikt zijn voor de doelgroep subcontracting. Beide collecties zijn op cruciale punten verstevigd met 3-dubbel stiksel en de striping is standaard bevestigd middels dubbelnaad stiksel. Daarnaast hebben zowel de overalls als de werkjacks een bewegingsplooi in de rug voor extra draagcomfort. Ook hebben beide collecties een in de praktijk bewezen goede wasbaarheid. Toch zijn er wel enige verschillen. De 570 Image Plus is meer dan de gewone 570 gericht op comfort en uitstraling. Zo kent de 570 Image Plus een andere vlakverdeling en is deze standaard tweekleurig. Dit zorgt er uiteraard ook voor dat er beide lijnen een ander kleurpalet kennen. Daarnaast is bij de 570 Image Plus gekozen voor een wat smallere pasvorm en zijn de mouwen en pijpen voorgevormd voor een betere snit. We merken met name bij de dragers dat deze een sterke voorkeur hebben voor comfortabele kleding met een goede uitstraling. Zeker gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt kan dit voor bedrijven een trigger zijn om te kiezen voor de wat luxere 570 Image Plus lijnen. Daarnaast zijn er wat technische verschillen. Zo hebben de artikelen van de 570 Image Plus een extra versterkt stuk in het kruis voor een nog langere levensduur. En is er bij de 570 Image Plus keuze voor een aantal artikelen in zowel vlamboogklasse 1 als vlamboogklasse 2. Graag ga ik met jullie wat dieper in op artikelen uit de 570 collectie. De 570 collectie is een meer basic multinorm collectie, wat betekent dat hij een uitgebreid normenpakket bevat tegen een scherpe prijs. Op deze eerste mannequin zien we de werkbroek en het werkjack, ook wel de korte jas genoemd, van de 570.
De werkbroek is voorzien van diverse zakken met klep, kniezakken en is uitgerust met industrieel wasbare reflectieband. De korte jas heeft een verdekte drukknoopsluiting en mouwen met steldrukkers voor meer draagcomfort. Ook is de jack uitgerust met een tweetal gasmaskerlussen. Uiteraard is ook bij het jack de striping industrieel wasbaar. Op deze pop zien we de overall uit de 570 collectie, waarbij men kan kiezen voor een overall met ritsluiting of een variant met drukknoopsluiting. Men kan zelf de keuze maken die het past bij de uiteindelijke drager en werkzaamheden. Ook de overall is voorzien van steldrukkers op de mouwen en de industrieel wasbare striping. Daarnaast is het kledingstuk voorzien van vele zakken en opbergmogelijkheden en heeft deze twee gasmaskerlussen op de borst. Ook zijn kniezakken bij de overall standaard om comfortabel in een geknielde houding te kunnen werken. De elastiek in de rug en rugplooien zorgen daarnaast voor extra draagcomfort. Bij deze mannequin zien we de Amerikaanse overall in combinatie met de parka uit de 570 collectie. Net als de reguliere overall heeft ook de Amerikaanse overall standaard kniezakken en de kenmerkende striping. Daarnaast heeft hij een borstzak met klep, pennenzak en zijn de schouderbanden eenvoudig verstelbaar voor een goed draagcomfort. De parka heeft standaard Flamborg klasse 2, in tegenstelling tot alle overige artikelen uit de 570 collectie, welke standaard Flamborg klasse 1 zijn. De parka heeft een verstelbare taille door middel van een koord en heeft ook nog een verdekte capuchon in de kraag. De parka is voorzien van een verdekte tweeritsluiting met verdekte drukknopen. Optioneel is de parka ook nog uit te rusten met het vliesvest 40012. Dit vlamvertragende vliesvest zorgt voor een extra isolatielaag. Als laatste toevoeging zal de softshell nog worden toegevoegd aan de 570 collectie. Deze zal uitgerust zijn met twee gasmaskerlussen, een verlengd rugband en heeft afsluitbare binnenzak. Ook deze is uiteraard voorzien van industrieel wasbare striping. De artikelen uit de 570 collectie zijn verkrijgbaar in de kleuren marineblauw, korenblauw, zwart, oranje en rood. Daarnaast zijn de werkbroek, korte jas, Amerikaan en overall ook nog te krijgen in het charcoal. De softshell zal verkrijgbaar zijn in het zwart en in het marine. Graag wil ik wat meer vertellen over de 570 Image Plus modellen. Allereerst zien jullie de 570 Image Plus werkbroek, gedragen samen met een werkjack. De werkbroek is uitgerust met een loshangende duimstokzak, wat ervoor zorgt dat het gereedschap wat hierin gedragen wordt niet knelt in de knieholtes. De voorgevormde broekspijpen zorgen voor een mooie fitting en een perfect draagcomfort. Daarnaast is er een extra inzetstuk geplaatst in het kruis wat zorgt voor extra stevigheid en daarmee uitscheuring voorkomt. De reflectiebanden op de broek zijn industrieel wasbaar en hiermee blijvend mooi. Het werkjack is verkrijgbaar in zowel Flamborg klasse 1 als Flamborg klasse 2. Er is gekozen voor rugplooien en een inzetstuk bij de oksels. Hiermee wordt extra bewegingsvrijheid gecreëerd voor maximaal draagcomfort. De jas is ruim uitgerust met zakken en er is bovenop de borst een gasmaskerlus geplaatst. Dit voor de bevestiging van apparatuur, zoals bijvoorbeeld een gasmasker of een portofoon. Daarnaast is er gekozen voor een verlengd rugband, zodat de rug ook in gebukte houding goed bedekt blijft. De 570 Image Plus overall die je hier ziet, lijkt alle USP's van het werkjack en de werkbroek te combineren. Zo is hij uitgerust met voorgevormde pijpen en mouwen voor een betere fitting en heeft hij rugplooien en inzetstukken bij de oksels voor meer draagcomfort. Ook zien we hier weer de diverse zakken met klep en de gasmaskerlus. Uiteraard is de reflectie industrieel wasbaar. Hier zien we de Amerikaanse overall uit de 570 Image Plus lijn, gecombineerd met de parka. De Amerikaan is gebaseerd op de overall en kent dus dezelfde eigenschappen als voorgevormde pijpen en meerdere opbergzakken met klep. Daarnaast is hij uitgerust met verstelbare schouderbanden voor een ideaal draagcomfort. De Image Plus parka valt net als bij de basis 570 parka ten alle tijde in Flamborg klasse 2. Ook deze is voorzien van diverse ruime zakken en heeft een gasmaskerlus op de borst. Om er goed mee buiten te kunnen werken is de parka daarnaast voorzien van de EN343-norm tegen regen en natte omstandigheden en is een afneembare capuchon met verstelbaarheid middels rijksnoer standaard.
Ook hier hebben we weer voor extra bescherming gekozen middels een verlengd rugpand. Indien men een extra isolatielaag wenst, kan men bij de Parkal optioneel een inritsbare stepvoering bestellen. Deze vlamvertragende stepvoering is beschikbaar onder artikelnummer 50253. Als laatste wil ik jullie nog even wijzen op de softshell van de 5 Safety Image Plus. Dit nieuwe product wordt toegevoegd in deze lijn en is een prima alternatief voor de parka bij minder koude omstandigheden. Net als de parka en het werkjack is de softshell uitgerust met verlengd rugpand en is voorzien van de industrieel wasbare striping. De ruime zakken en de aanwezigheid van gasmaskerlussen maken dit de ideale jas voor de momenten waarop de parka te warm is of voor situaties waarin je juist een wat warmer alternatief zoekt ten opzichte van het werkjack. Interessant om te weten is dat bij de 5 Safety Image Plus collectie zowel het werkjack, de werkbroek als ook de Amerikaan verkrijgbaar zijn in zowel vlamboogklasse 1 als 2. De overal is altijd vlamboogklasse 1 en de parka is altijd klasse 2. De 5 Safety Image Plus is verkrijgbaar in 4 kleurencombinaties. Te weten korenblauw marine, zwart charcoal, charcoal korenblauw en charcoal rood. De softshell is in 3 combinaties te krijgen. Te weten zwart charcoal, charcoal korenblauw en charcoal rood. Alle artikelen zoals zojuist zijn besproken zitten standaard in onze collectie en zijn uit voorraad leverbaar. Is er behoefte aan een andere doekkwaliteit, bijvoorbeeld wegens zwaardere werkzaamheden, of wens je een andere kleur dan genoemd, dan zijn die mogelijkheden voor via onze Easy Design programma. Voor meer informatie hierover of over de modellen uit de 5 Safety collectie kun je natuurlijk altijd contact opnemen met je accountmanager.